Goeiedag, mijn naam is Chris. Deze video gaat over tv kijken. Velen onder jullie zullen misschien nog gewoon 's avonds kijken naar hetgeen zich toevallig afspeelt op de televisie, omdat jullie betalen voor een kabeldistributieabonnement of een ADSL-abonnement. Nu, voor velen onder ons, kan er ook op een andere manier televisie gekeken worden. Zo kunnen we perfect kijken naar wat we willen, wanneer we willen en waar we willen, of hoe we willen. Zo zijn er al diverse apps in de App Store of Play Store die je gratis kan downloaden, waarbij je bijvoorbeeld, zoals de Stevie-app, die heel gekend is, al je favoriete zenders, zoals VTM, VRT, 4, rechtstreeks via je tablet of je gsm-toestel kan bekijken. Je kan gemakkelijk scrollen tussen deze zenders. Tevens kan je ook gaan opvragen wat zich op dit moment afspeelt op deze zenders. Kijk, bovenaan zie je welke zenders je in de Stevie-app gratis kan bekijken. Zit de zender of het programma er niet tussen wat je wil zien? Geen probleem hiervoor. De meest courante zenders zoals VTM of VRT hebben ook een eigen app ontwikkeld die zich heel mooi weergeven in een soort van Netflix layout. U kan onderaan scrollen in de catalogus of onmiddellijk naar live tv gaan. Of, oeps, stapje te ver. Of gewoon zoeken naar het programma welk je wenst te zien. Geen fervente VTM-kijkers. Maar voilà, kijk, bijvoorbeeld Boerzoekvrouw. Nu beginnen met kijken. En je bent vertrokken. Zo heb je hetzelfde in de VRT-app, waarbij je op een gemakkelijke manier alle programma's kan opvragen die zij aanbieden, of je kan ook onmiddellijk op de live-knop kijken naar de VRT, naar Canvas of Catnet bijvoorbeeld. En het mooie van al deze zaken is dat je onmiddellijk hetgeen je kijkt ook kan streamen naar een apparaat in de buurt, zoals een smart tv of een tv die verbonden is, of een Chromecast ingebouwd heeft, of verbonden is met een Chromecast liever, kan je gewoon je favoriete programma afspelen op een tv naar keuze in de buurt. Idem met de alomgekende app Netflix. Kies de film die je wenst af te spelen. En eenmaal jij begonnen is, komt terug het icoontje van de Chromecast of de Smart TV tevoorschijn en kan je onmiddellijk sturen naar tv naar keuze. Zo zie je, de dag van vandaag is het niet nodig of niet meer nodig om naar je favoriete zenders te kijken via een decoder of een televisietoestel. Dan is de vraag alleen, waarom betaal je er dan voor? Op deze manier zullen in de toekomst meer en meer mensen hun kabelabonnement opzeggen en meer kijken met een internetverbinding of liever wanneer ze willen, hoe ze willen, waar ze willen en wat ze willen. Zo, ik hoop dat jullie iets geleerd hebben uit deze video. En ik zou zeggen, tot de volgende video. Dag.